Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en ik ga eventjes mij uitzoomen. Dus vandaag heb ik voor jullie een heel andere video dan dat ik eigenlijk had gepland voor vandaag. Ik ga nu eventjes voor jullie mijn scents, mijn fragrances, een beetje reviewen voor jullie. Of reviewen, punten geven. En dit is Floesa Enrique Cerce Men. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Dit is wel een decent parfumetje. Decent, denk ik, hebben we een 5. Nee, pak een 6. Een 6 voor de Enrique Cerce. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Van Floesa, dat is een sheepie uit de Action, dus ja. Dan Figenci Gold Spender, ook een sheepie uit Action. Smells amazing, geef die een 5,5, dus ja. Dan heb ik McGregor Eau de Toilette, ook een sheepie uit de Action. En ook heel goed voor een sheepie te zijn, dus geef ik een 6. Dan Azulente van Figenci. Sheepie, ook weer een sheepie. Smells amazing, een 7. Dan heb ik Varante Hombre Classic. Smells like het uitgaansleven, een 7. Dan Varante Hombre Night. Die heb ik nu ook op. Smells amazing. Een 8. Dan heb ik mijn Davidoff Cool Water Wave. Voor het toilet. Ik ben nog steeds blij dat ik die gehaald heb. En die krijg je van mij. Sowieso een 9. Dus de Davidoff Cool Water Wave. Krijg van mij een 9. Ik heb die nog niet veel gebruikt. Zoals jullie kunnen zien. Allee, ik heb die al heel veel gebruikt. Maar toch niet heel veel kunnen. En er is niet heel veel uitgegaan, zal ik het zo zeggen. En de winnaar. Allee, mijn laatste parfum dat ik eigenlijk. Mijn laatste fragrance dat ik hier heb in huis. Ik heb één fragrance aan mijn vader gegeven. Dus de laatste fragrance dat ik heb is. De 1 Million van Paco Rabanne. Still a decent fragrance. Een 10. Dat is eigenlijk mijn beste fragrance, mijn zoetste fragrance, mijn duurste fragrance dat ik heb. Dus jullie willen niet weten hoe weinig geld ik eigenlijk uitgeef aan mijn fragrances. Dus deze fragrance is de beste. Had ik ook wel verwacht van al mijn fragrances dat de beste in zijn. En ik heb dus een 10 gegeven aan de 1 Million Paco Rabanne. Dus dat is eigenlijk weer mijn favoriete parfum. Eigenlijk altijd al geweest. Ik had vroeger de fake versie ervan. En die was ook wel heel lekker. Die rook heel goed. En die fragrances van de Action zijn decent. Maar ik moet er een blijven bij applyen. Dus dat kun je niet bij andere parfums zo blijven bij applyen. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje het nadeel van de sheepies van de Action. Dat je moet bij applyen. Dus. Ik ga nu nog eens bij applyen. Dus dat moet je zo doen en dan heb je bijgeapplied. En je moet zeker 2 keren spuiten. Dus meerdere keren aan elke kant voor eigenlijk een goed resultaat te hebben. Een long-lasting resultaat. En dat is echt zo'n sheepy dat ik mee zou nemen in de wagen. Moet ik een wagen hebben. Maar dat is de Hombre Night ook. Hombre Classic ook. Die zou ik meenemen in de wagen. Gewoon als sheepie. Zou ik zelfs meenemen op date of zo als sheepie. Als ik echt op date ga en ik wil een meisje impressen, de Classic 1 Million. Dat ik echt niks te doen heb op date. Of echt wil gewoon een sheepie, alleen gewoon wil weggaan wandelen in Antwerpen of zo. Pak ik de Azulente van Figenci. Ook een goede sheepie. Heel goede sheepie. Ik zou dat zeker van. Als die nog zijn, ga die halen. Van de Action draad ik de Azulente, de Hombre Classic en de Hombre Night aan.
En die zijn echt wel... Thunder and Night is natuurlijk mijn favoriete van de Sheepies, dus ja. Hopelijk gaat hij die stuk, want dan zou ik eigenlijk weer... Ja, ik kan die wel gaan bijhalen. Maar toch heb ik liever zo een Sheepie, dat ik overal mee naartoe kan nemen. In mijn jaszak steken of zo. Dat ik zo een beetje... Ja, kan overal meenemen. En op elk moment, als het echt moet aflaaien, kan ik met die Varanti, Hombre Night, Hombre Classic en die Vigenzi Azulente, kan ik er ook mee. En ja, dit was dus zo'n beetje de video van mijn collectie van mijn parfums. Ik heb de afgelopen weken, afgelopen video's, heb ik wel parfums bijgespaard. Als ik naar Action ging, bracht ik af en toe wel eens een parfumetje mee. Nu ook al lang niet meer gedaan. Dus ja. Deze is de favoriet van Sheepies. Deze is eigenlijk mijn most expensive fragrance. En ook weer de beste fragrance. Dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Renato Dylan. En hopelijk vonden jullie het leuk dat ik zo een beetje een lijst maakte van mijn favoriete fragrances. En ik zie jullie graag in de volgende video weer. Bye bye!